Mijn wachtwoordjes blijven veranderd door Kabonko. Of ik weet gewoon mijn wachtwoord niet meer. Ja, ik ben in het bos. Hoezo? Omdat ik gezien had dat je langs mijn hut liep. Hey, ik zie wat heel erg opvallend. Serieus, Kabonko, gebruik je nou even die neon dingen zodat het niet opvalt? Like even deze video in 3 seconden tijd, anders komt Kabonko straks achter jou aan. Tenminste, ik dacht dat ik Kabonko gisteren had verslagen, maar helaas, het is niet gelukt, want Kabonko is gewoon teruggekomen. Kabonko zit achter mijn neef aan, maar Kabonko zit ook achter een ander speciaal persoon aan. Maar wie dat is, daar moet ik even achterkomen. Maar deze blijkt wel heel erg bijzonder te zijn in Nederland. Iedereen een hele fijne Koningsdag toegewenst. Hopelijk ga je vandaag iets leuks doen met Koningsdag. En weet je wat, dan gaan wij op zoek naar Kabonko. Ik hoop niet dat achter de koning aan zit, maar daar moet ik achter zien te komen. Oké, guys, ik ben is aangekomen en ik hoop dat we Kabonko nog een keer te pakken kunnen nemen. En ik weet het, we hebben al zo vaak Kabonko nu gezocht. Alleen nu is het wel even wat dreigender. Want hij is toch blij bij mijn neef te komen. Oh, waarom heb ik hem niet fysiek aangepakt? Ik voel me nou echt een internetheld. Maar nu ga ik jullie laten zien dat ik geen internetheld ben, maar een echte held. Kom op mensen, laten we even uitstappen en we gaan het bos in. Nu meteen. Nou guys, dat wordt er wat. Ik ben dus nu in het bos aangekomen en niemand gelooft het. Maar ik moet dus of Kabonko vinden of misschien een speciale man. Ik weet niet of door hem gebeld ga worden. Maar dat moet op een manier achterkomen. We gaan in ieder geval lekker doorlopen en we gaan kijken waar we eigenlijk uit gaan komen. Ik ben nu gewoon weer lekker in een bos beland, zoals jullie kunnen zien, picknicktafel, maar ja, ik geloof er niet zo in. We gaan het wel zien, jongens. Je moet Kabonko niet vertrouwen in deze tijd. Laten we dat even voorop stellen. Hey, kijk eens wie me belt. Het is inderdaad niemand minder dan Kabonko. Laten we deze even opnemen. En eens even kijken wat hij te zeggen heeft. Oké, daar gaan we dan. Yo, Kabonko, ik spreek met Delano. Hallo, met Kabonko. Ben jij soms thuis, Sally? Of ben je weg? Ik ben thuis, ja, hoezo? Je hebt mij verslagen. Dit keer kom je er heel goed vanaf, knul. Klopt, ja, ik heb je inderdaad verslagen. Dat betekent dat ik niet meer achter je aan hoef te zitten, man. Ik ben jouw neefje. Ook uit het oog verloren. Ik weet niks meer. Oh, je bent mijn neefje ook kwijt. Ja, nee, dat dacht ik al. Maar je gaat ons maar rust laten nu. Ja, dat is goed. Zal ik doen, beloofd. Fijn, dag Kabonko. Nou, in ieder geval, hij gaat ons met rust laten. Maar dat zegt hij. Kijk, of het waar is, dat durf ik natuurlijk niet te zeggen. Maar ja, we moeten gewoon even proberen te geloven, vertrouwen te bouwen. Maar dat wordt wel lastig zo. Kabonko heeft al zoveel gedaan. Waardoor ik nou niet echt het idee heb dat hij mij met rust gaat laten. Maar we moeten maar gewoon geloven, denk ik. En dit pad leidt, als het goed is, naar de plek waar Kabonko eventueel mensen of iemand gevangen houdt. Maar we willen even weten wie deze speciale persoon is. Maar volgens mij weet ik wel wie het is. We moeten er alleen even achter komen en proberen het te exposen. En hey, de zon begint weer te schijnen, jongens. Dat is heel fijn dat de zon weer terugkomt. Dus wat jullie kunnen zien, is dit is het eiland van Kabonko. En hier woont Kabonko, dat is goed, dus daar zo. Maar ik heb nou geen zin om naar Kabonko te gaan. Ik meen het. Kabonko heeft al genoeg gedaan. En hopelijk laat hij ons wel met rust nu. Dus we gaan even kijken. Maar hij zou sowieso op dat eiland moeten zijn. Vanuit daar bestuurt hij zijn berichten. Hij heeft 2 woonplekken. Of zijn hut, of dit. En dat zijn gewoon 2 plekken die hij heeft. Ik heb besloten om even rustig lekker te gaan zitten. Ik denk dat dat een goed idee is, want. Oh, wacht eens even. Ik word gebeld door anoniem. Maar anoniem kan iedereen zijn. Laten we even deze opnemen en kijken wat anoniem te zeggen heeft. Yo, je spreekt met Delano. Hallo Deli, je spreekt met de koning. Met de koning? Dat klopt helemaal. Ik ben de koning. En hoe moet ik nou zeker weten dat jij de koning bent? Luister, ik kan niet te hard praten, maar dit is noodzakelijk. Ik ben gevangen genomen door Kabonko. Je moet mij helpen. Kabonko heeft je gevangen genomen? Ben je heel serieus? Ik ben bloedserieus. Je moet mij dringend helpen, man. Is goed, meneer de koning. Ik ga je proberen te helpen, maar hoezo heeft Kabonko je nou weer gevangen genomen dan? Dat kan ik niet verklaren, maar ik moet onmiddellijk bevrijd worden van het eiland. Oh, je weet het niet eens. Nou ja, oké, weet je. Ik ga je proberen te redden en hopelijk gaat het gewoon lukken om jou weer te vinden. Want ja, jij moet gewoon het land kunnen feesten, weet je. Je bent jarig vandaag. Mensen moeten jouw verjaardag vieren. Je kunt dan niet zomaar gevangen genomen worden. Normaal hoort dit ook niet te kunnen. Het is helaas wel gebeurd, maar jij kan er verandering in brengen. Nou ja, goed dan maar. Oh mijn god, mijn Nederlands is echt zo slecht op dit moment. Nou ja, ik ga je proberen te helpen, meneer. Tot dan, hè. Dankjewel, majesteit. Jojo. Oké, de koning heeft dus net gebeld. Ja, ik weet niet of het de echte koning is of niet. Dan moet ik even achter zien te komen of het überhaupt wel de koning is. En ik moet hem dus blijkbaar helpen. Maar hoezo belt hij dan met mij? Deli dus. Ik durf dat echt niet te zeggen. Als jullie kunnen zien. Zat ik dus naast hier zo, weet je wel. Maar ik heb namelijk iets opmerkelijks gezien. En dat is eigenlijk best wel grappig eigenlijk om te bedenken. Want ik zie hier een Pokémon pakjekaartje liggen. Dus dat betekent maar één ding. Zou de koning mij dit als cadeautje gegeven hebben? Cadeautje van de koning? Zou het hem echt zijn of niet? Ik durf het nog steeds niet te zeggen, maar dit is wel lief. Dat betekent dat we hier 1 Pokémon kaart te pakken hebben. Maar waar hebben we dat eigenlijk aan te bedanken? Ik durf het echt niet te zeggen. Hey Deli. Kom eens hierheen. Hij is daar, op het blote voeteneiland. Je moet 3 Pokémon kaartenpakjes vinden voordat Kabonko ze heeft. 3 Pokémon kaartenpakjes, oké, duidelijk. Weet je wat, daar gaan we die van vinden. En oh mijn god, kijk hoe open dat ding is. Het geluid kwam dus daar vanaf, maar als ik even naartoe ga lopen, jullie kunnen waarschijnlijk zelf ook al een beetje zien. Het is hartstikke open en dat is op zich wel fijn. Laat ik even naartoe gaan lopen. Oh mijn god, dat betekent maar één ding. Dat je daar gewoon helemaal naar binnen kan. Alleen, ja, het is nog steeds diep onder water en met deze schoenen verzuip ik erin. Het is zo warm is het ook weer niet. Ja, ik heb dan niet echt bepaald zin in de natte sokken. Nou, dan ben ik weer even gaan lopen hoor. En wacht, Kabonko? Wat doe jij nou ineens hier? Zeg Deli, jij was toch thuis? Ja, klopt. Ik was inderdaad thuis. Maar wat doe jij ineens in het bos? Wat doe jij eigenlijk in het bos? Oh, wat ik doe? Ja, ik doe gewoon even een rondje lopen met de hond. En wat ga jij nu dan doen? Oh mijn god, ik kan niet eens met mijn woorden komen. Ik ga Pokémon kaarten zoeken. Haha!
Pokémon-kaarten zoeken. Nou ja, in ieder geval veel plezier. Maar zijn die van jou weggelegd dan? Klopt. Ze zijn allemaal van mij, knul. Ah, oké. Nou ja, veel plezier, jongen. Nou, Carbonco gaat dus Pokémon-kaarten zoeken. Maar waarschijnlijk wilden ze proberen te stelen van de koning. Hey, dat gaat niet laten gebeuren, hè. Maar wij gaan ook even Pokémon-kaarten zoeken. Want ik moet dus dan 3 pakken zoeken van de koning. Nou ja, de koning zal wel gelijk hebben, denk ik. Dus ik hoop dat we het kunnen vinden. En dan gaan we Carbonco proberen op te sluiten in de hut. Ik denk dat dat een veel beter idee is. Je gelooft niet wat ik tegenkom, maar ik kom weer gewoon de volgende kaartenset Pokémon-pakjes tegen. En dat is wel heel fijn. En dat is gewoon dit ding. Oké, laten we deze even meenemen. En Carbonco, wat had je dan nog? Het is ondertussen al 2-1 tegen jou. Nou ja, 2-0 eigenlijk zou ik zeggen. Want je hebt nog niks gevonden. En ik ga de derde Pokémon-kaarten pakken proberen te vinden. Voordat Carbonco het doet. Want anders had hij mij te pakken nemen proberen, denk ik. Want hij wil gewoon een geheime aanval doen. Zoals ik al zeg, hij probeert me sowieso in de val te lokken. En ik ga het niet laten gebeuren. Ja, en ik ben me wel lekker aan het zoeken en zoeken. Maar ik had gewoon helemaal niks bevinden hier zo. Ja, ik weet echt niet wat ik moet doen. Maar oh mijn god, ik word helemaal afgeleid van alles en nog wat. Ik weet gewoon echt niet. En hey, kijk eens wie me belt, jongens. Het is anoniem. Ik denk dat het de koning is. Of de echte koning is, dat durf ik niet te zeggen, maar we gaan opnemen. Hij klinkt wel als de koning, maar ja, kan ook een toeval zijn, hè? Weet je, laat ik me even opnemen. Oké. Hallo, ik spreek met Delano. Luister, je moet mij nu helpen. Carbonco wilt mij gevangen nemen, dus schiet op. Wacht, Carbonco heeft je gevangen genomen of nog niet? Nee, hij is bijna hier op het eiland. Oh, Carbonco is hier en zo. Hij is zijn Pokémon kaartenpakjes kwijt. Hopelijk krijg ik niet op mijn kop. Hij is zijn Pokémon kaartenpakjes kwijt. Ja, dat is niet mijn probleem, hè? Het zijn toch jouw Pokémon kaarten, zei je? Ja, hij doet alsof het van hem is, maar er zit niks van hem tussen. Oh, hij doet alsof het van zijn is. Oh mijn god. Carbonco is gewoon een vieze dief, weet je dat? Klopt helaas. Maar ja, wat moet ik ermee, hè? Waar is het laatste pakje eigenlijk dan? Hij ligt onder tafel. Pak hem snel voor Carbonco hem van je pakt. Ah, top. Onder tafel. Dan ga ik hem proberen mee te nemen. Goed? Helemaal goed. Veel succes. Okidoki. Jojo. Nou, dat is duidelijk. Pokémon kaart pakje ligt blijven onder tafel. Laten we even onder tafel vandaan halen. Het is inderdaad heel erg dicht in deze buurt van deze boom. Want inderdaad ligt gewoon nog een nieuw Pokémon kaart pakje. We gaan ze even alle 3 meepakken. Kijk eens. Voilà. We hebben hem. En dan gaan we deze ook even uitpakken. Laten we dat even hier doen. Ik heb eindelijk een verhoging gevonden. En zou je inderdaad denken, waar dan? Ja, letterlijk op een boom. Ik kan wel even de omgeving hier laten zien. Staat ook wel perfect hier zo op. Maar ja, het kan. Het werkt, hè? Dus dat is het belangrijkste. Maar ik ben niet zomaar gekomen. Laten we de Pokémon kaart even uitpakken. En natuurlijk beginnen we met de Tyranitar. Want ik wil die Dragonite wel voor het laatst bewaren. And we're hoping on succes. Wij beginnen natuurlijk met de allereerste Pokémon kaart. Laten we deze even uitpakken. En wat hoor ik nou? Ik weet niet wat ik allemaal hoor, maar ik hoor iemand schreeuwen blijkbaar. Ja, we hebben natuurlijk de code. En wat ik dan doe is even 1, 2, 3. Ja, zo. En voilà. Laten we uitpakken. Wij beginnen met Heatmore. En daarachter zit Lillipup. Daarachter hebben we namelijk Toxel zitten. Wat zit daarachter? Charizard. Oké, nice. Charmeleon. Oké, goeie. Wat zit hier dan? Excadrill. En zit hier iets geks achter? Dit is een Bellyboat. En wat is dit dan? Oh my god, Darkrai. Deze is wel cool. Ik hou van Darkrai. We hebben een Legendary. Dat is hartstikke nice. En we hebben hier namelijk een, ja, gewoon een oog. Leuk. En wat zit hier nog meer achter? Een Pidgeotto. Nou ja, die zou ook op deze tak kunnen zitten. Mooi. En wat zit hier? Een Arven. Cool. Verder nog hier. Kom weer terug bij Heatmore. Dat was pakje 1. Geen shiny, maar wel Darkrai. Moeten we snel uitpakken voordat Carbonco straks hierheen komt. Want Carbonco mag niet zien dat ik volgende kaart aan het uitpakken ben. Maar goed, weet je, we hebben het volgende pakje en die gaan we ook even openmaken. That's how we do it. Oké, 3 hier. En dan 2 hierbovenop. Voilà. We beginnen met de eerste en dat is een Dratini. Cool. En daar zit een Ordis achter. Het wordt volgens mij een Ordis. Oké. En daar hebben we namelijk de Herdy staan. Herdy zit erachter. En dit is die dolfijn. Hoe heet deze dolfijn eigenlijk? Deze zit Finizen. Oké, cool. En daar hebben we namelijk een liefdesbrief achter. Of wat is het? Je zou het zo kunnen bestempelen. Ja. En wat is dit dan? Oh, dit is een hoed van een Petrol. Oké, Petrol Cap. Oftewel een politiehoed. Ja. Dit is Froggy. Leuke animatie. En wat is dit dan? Oh mijn god. Leuke penny man van Toxicity. Ja, hoe heet het nou? Toxtricity, als ik het goed zeg. En wat zit hier? Oh? We hebben weer een Pokémon kaart. Een normale dus. En we hebben Bellossom. En wat zit hierachter? En deze. Oké, niet heel speciaal tot nu toe. Ik ben niet onder de indruk. Dan hebben we nog 1 kant om het uit te pakken. En ik hoop dat deze het alles gaat rechttrekken. Ik hoop het. Oké, 3 naar voren, 2 naar achteren. En dan gaan we weer. Alsjeblieft, geef wat meer geluk. We beginnen met deze. Dit is ook een nieuwe Pokémon. Genaamd Climat was dat. Oké, we hebben Herd hier. Ja, die hebben we net ook al gehad. Hier hebben we namelijk Rhyme. Oké. Wat is dit? Het is Rockruff. Cool. Granbull. Granbull is ook wel cool op zich. Melamar. Oh, die is wel, vind ik wel zo interessant, weet je wel. Oké, dan hebben we daarna deze. Dat is Drillbur. Ja, wat zit daar? Is voor mij Scissor. Maar wel een holo voor mij. Shiny achter iets. Ja, oké, dat is Scissor. Cool. We hebben namelijk deze kaart erachter zitten. We hebben Grumpig. Ja, en wat zit hierachter? Een soort shiny of zo? Ja, oké, dit is een shiny Pokémon League Headquarters. Als ik het goed zeg. Ja, ik ben niet echt onder de indruk deze ronde. We hebben helemaal niks van EX of zo gehad. Geen V-Mark. Ook geen 4 Pokémon kaart. Echt jammer dit keer. Maar weet je wat? We gaan lekker door, want we moeten Carbonco proberen te vinden. Carbonco, al je Pokémon kaarten uitpakt. Ik weet dat je het leuk vindt, maar nu ga ik je gevangen nemen. Ik denk dat Carbonco niet echt tevreden met het resultaat zal geweest zijn dit keer. Maar goed, weet je, het is hoe het is. We gaan Carbonco proberen gevangen te nemen, man. Dus laten we het nu gaan doen. Nou ja, in ieder geval goed nieuws. We zijn dus namelijk aangekomen bij een bepaalde hut. En dat betekent maar 1 ding: dat de Carbonco hier moeten proberen heen te lokken. En opsluiten. Hut dichtgooien dus. Sterker nog, de hut is eigenlijk afgesloten. Laten we even zorgen dat die hut even open is. Dat Carbonco naar binnen kan. Nu staat er een kruis in het midden. Maar die gaan we even weghalen voor Carbonco. Wij willen dat Carbonco de koning vanaf nu altijd met rust gaat laten. Oké, laten we de hut voor hem open doen. En dan hopen dat hij naar binnen kan. De hut is in ieder geval open. En laten we even afwachten tot Carbonco eraan komt. Laat ik even achter een boom gaan verstoppen. Want als hij aankomt, gaan we gelijk even dicht doen. Oké, we zijn verstopt nu en ik hoor hem aankomen. Ik ga hem niet filmen nu, want dat is niet handig. Zo, nu ga ik er alles aan doen om de koning te grazen. Maar komt hij eraan, hè? Oké, daar gaan we dan, hè? 3, 2.
1. En ja, Carbonkel, nu heb ik je. Hé, hey, laat me onmiddellijk los. Ja, nu kun je er niet meer uit, hè, vriend. Laat me los. Nu zit je lekker vast. Ik krijg jou en de zogenoemde koning nog wel. Nou, mensen, de hut is dicht. We hebben Carbonkel mooi gevangen genomen. En hij is heel erg teleurgesteld. Carbonkel, ik ben vanaf nu opgesloten. Waagt dus om vrij te komen. En we gaan ervoor zorgen dat hij achter slot en grendel gaat. Bedankt voor het kijken, mensen. Like, abonneer. Er zal nog een deel 7 aankomen. Jullie mogen beslissen of er een deel 7 aankomt. Tenminste, dat beslist Carbonkel eigenlijk wel. Maar goed, laat even weten in de comments. Zie ik je weer terug bij een nieuwe video. Adios.